Ik ben Sebastian Brandt en ik woon sinds 1996 hier in Rogales. Had ik problemen met mijn stoelgang en dat heb ik laten onderzoeken en toen bleek dat ik een kanker had in mijn dikke darm. En toen ben ik hier via mijn verzekering ben ik naar Chiron gestuurd. En die hebben mij onderzocht en toen hebben ze vastgesteld dat ik darmkanker had, ongeveer 12 centimeter boven mijn anale opening. Dr. Breccia die is een arts waar ik onmiddellijk een goed contact mee had, een goed gevoel bij had. En die heeft me op mijn gemak gesteld en die zegt, ik heb al heel veel van die operaties gedaan, dus maak je niet bezorgd, alles komt goed. Het enige wat ik wil zeggen is dat als er iemand is die darmkanker heeft, dan moet ik hem adviseren dat Chiron en Dr. Breccia, dat is de juiste hospitaal en de juiste man op de juiste plaats. Het is een fantastisch chirurg, een zeer menselijke chirurg, die echt contact wil hebben met zijn patiënten. Ja, en dat is natuurlijk, in heel veel gevallen is er een grote afstand, maar bij hem voel je je altijd op je gemak en is er weinig afstand tussen de medico en tussen Dr. Breccia en mij. En dat geeft een heel prettig gevoel. Ja, je legt tenslotte je leven in handen van een arts. En je moet altijd maar hopen dat het goed gaat. En ik moet zeggen dat ik had er van begin af aan het volste vertrouwen in. Dat Dr. Breccia het tot een goed einde zou brengen. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Sí. ¿Bien? Sí, bien, sí. Bien. ¿Va bien todo? Va bien todo, bueno. Sí. Una operación de complejidad, diríamos, pero la verdad que fue muy bien, muy rápido y el posoperatorio fue impecable. Así que llevamos un año y medio ahora viéndonos y va siguiendo los controles y todo va muy bien.